Het Bureau Openbare Gezondheidszorg BOG heeft vandaag in het kader van de stigmareductie op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg een training georganiseerd. Deze training is verzorgd in samenwerking met de PAHO en de Canada Missie. Een van de sprekers was de psychiater Rudy Dwarkasin. Zijn presentatie was getiteld Community Mental Health Services in Suriname. Hij gaat nader hierop in. Ik ga praten over andere diensten die worden aangeboden dan alleen door het psychiatrisch centrum Suriname. Er zijn nog veel meer en mensen kennen dat soms niet, waardoor hulpverleners in de war raken en de juiste wegen niet bewandelen. Soms is het heel erg efficiënt om precies te weten wie, wat, waar. Toch? En daarom wil ik deze mensen, de deelnemers hier, inzicht geven in wat er nog meer wordt gedaan aan mental health services, dus wat voor behandelmogelijkheden er nog zijn buiten het PCS. Veelal denken mensen dat wanneer ze psychiatrische, psychologische hulp nodig hebben, dat ze uitsluitend naar de Letitia Fries de Laan moeten. Maar dat is niet zo. Er zijn nog meer mogelijkheden waar ze terecht kunnen voor hun psychosociale problemen, voor hun psychiatrische ziektebeelden. En dat wil ik accentueren, dat men daarvan op de hoogte is. Dwarkasin geeft verder aan dat het PCS verschillende diensten aanbiedt. In het westen, met name de districten Koroni en Nikeri, is er volgens hem een mooi systeem opgezet, waarbij een aantal verpleegkundigen en een psycholoog huisbezoeken afleggen. In Paramaribo is de vorige maand de spoedeisende psychiatrie geopend, zegt Dwarkasin. Wel naar huis gaan om een assessment te maken, om interventies te plegen. En wat is het doel daarvan? Dat die personen niet hoeven worden opgenomen in PCS. Dus het voorkomt die opname. Dan behandel je de persoon thuis in zijn eigen omgeving, in zijn of haar eigen omgeving. Het is prettiger, het is veiliger, het is vertrouwd. Begrijp je? Dat is onze doelstelling. Zoveel als mogelijk buiten de deuren behandelen. We zitten nu in een situatie waarbij we heel veel geweld hebben in onze samenleving. Er is heel veel geweld op individueel niveau, maar er is heel veel geweld ook op, je kan bijna zeggen, massaal niveau. En we hebben geweld, zowel lichamelijk geweld als niet-lichamelijk geweld, het geestelijk geweld. Verbaal geweld, non-verbaal geweld. Je kan schreeuwen, dat klinkt gewelddadig, maar negeren is ook gewelddadig. Of is ook geweld. Alleen een andere vorm. Iemand de mogelijkheid ontnemen om zijn of haar werk te doen, is ook een vorm van geweld. Iemand verressen om het werk snel gedaan te krijgen, dat is ook een vorm van geweld. Maureen Wijngaarde van Dijk, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, die een keynote speech heeft gehouden, getiteld There is no health without mental health. Zij deed dit tijdens de vandaag gehouden training van het BOG over de stigmareductie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. De training is gehouden in het Jacana Amazon Wellness Resort.